Zo, nogmaals, goedemorgen bij ons webinar, de tips en tricks voor sales professionals bij thuiswerken. Vandaag, zoals vermeld, samen met Geert. Nogmaals, Geert, goedemorgen. Goedemorgen. Geert is een van onze senior account managers, sales professionals binnen FSC met heel wat sales ervaring. Zowel bij FSC als ook bij andere bedrijven. Dus ideale expert om dit webinar mee te doen. Wat gaan we vandaag bekijken? We gaan het vooral heel erg praktisch houden. We gaan eerst even kijken of een praktische organisatie thuis. Kan je een goed thuiskantoor inrichten? Hoe hou je nu contact met je klanten en prospects en hoe doe je dat op een efficiënte manier? Daar gaat Geert zometeen live via een demo iets over laten zien. Dan pakken we een luikje sociale media mee. Sociale media is natuurlijk nu het ideale instrument om aan te pakken en in te verdiepen. En tot slot, die gaan we allemaal niet overlopen, maar die zitten gewoon in de presentatie. Hebben we een aantal concrete tips als afsluiter waarmee jullie nadien mee aan de slag kunnen, indien jullie dat willen. Goed, we gaan er aan beginnen. De praktische organisatie. Natuurlijk is dat een redelijk belangrijk. We kijken ondertussen ook even de chat. Ja, Laura, we vallen af en toe even weg. Misschien moet ik gewoon even de camera uitzetten. Het gebeurt inderdaad met de camera dat je daar af en toe wel eens vertraging kunt krijgen. Ja, dus als het goed is, is mijn camera nu af. En zou het wat soepeler moeten verlopen. Mocht het niet zo zijn, laat het zeker weten. Kijken naar iets anders. De praktische organisatie. En dan moet u wel naar de volgende slide gaan. Belangrijk is om een specifieke ruimte toe te wijzen. Als je daar uiteraard in de mogelijkheid bent, of tenminste toch specifieke ruimte in te richten. Dit is uiteraard niet de meest wenselijke situatie. Ondanks dat we allemaal in dezelfde situatie zitten als je kinderen hebt, dat ze thuis zijn. Dat ze hun schoolwerk zouden moeten maken, maar uiteraard is dat ook niet altijd evident. Maar dit is zeker geen wenselijke situatie waarbij de kinderen en u zelf proberen te werken. Dit is een betere situatie in de zin dat je een aparte ruimte hebt. Desnoods in een slaapkamer waar je even een bureau neerzet, maar dat je in ieder geval afzonderlijk kan werken. Ik zal een chat binnenkomen. Mijn micro, ja. Misschien wat zo doen. Ik haal even een poortje eruit en misschien dat het zo beter gaat. Laat het even weten. Nu horen we helemaal niks. Goed, Arno, misschien kan jij even ondertussen naar je micro kijken. Neem ik het kort even over. Arno, als je even het delen kan stoppen, dan kan ik voilà. Voilà. En dan gaan we dat even swappen. Als het goed is, moet iedereen nu ook weer de presentatie te zien krijgen. Ga ik er snel even tot waar Arno zat. En Arno piekt maar in hè, en dan zullen we kijken of het verbetert of niet. Dus we hebben kort even samengevat. Hè. Ik hoop dat ik wel goed verstaanbaar ben. Laat het maar weten via de chat.
Dus het is geen ideale ruimte op deze manier. Dat kan natuurlijk wel eens eventjes zijn om snel een paar e-mails te beantwoorden. Maar natuurlijk om effectief Zoom-calls of videocalls via Teams of Skype te organiseren, is dit natuurlijk niet de beste piste. En ga je beter natuurlijk je even afzonderen. Voilà. Het is in dat opzicht heel belangrijk natuurlijk om een bepaald vast ritme te proberen te organiseren. Eigenlijk wordt dat ook op het dagdagelijks kantoorleven vaak te weinig gedaan misschien wel. Maar zeker thuis, hè, je zegt bijvoorbeeld van kijk, oké, ik sta op, ik ga even mijn fysische en mentale weerbaarheid optimaliseren door een wandeling of een loopsessie of een andere workout. Je ontbijt even en je gaat eigenlijk een uurtje aan de slag. Vergeet zeker niet om die pauze te nemen. Ga even buiten, neem een tas koffie. Kijk even naar de kinderen, waarom niet? Spreek dat ook met je kinderen af. Dat je op dat moment even bij hun kunt zijn of dat ze daar met hun vragen of andere zaken terecht kunnen. Dat herhaal je eigenlijk naar kantoor blok 2, zal ik maar zeggen, tot aan uw lunch. Namiddag ziet ongeveer hetzelfde eruit en probeer ook een vast tijdstip te hebben waarop je afrondt. Hè. Zelf heb ik ook 2 kinderen, eentje van 13 en 10. Dat is natuurlijk al een bepaalde leeftijd die het goed, of waarin dat ze het goed begrijpen. Maar het is wel belangrijk dat je die structuur ook naar hun toe daarin steekt. Om een idee te geven, ik heb ook het geluk dat onze CEO Cedric vrij open-minded is en ik werk al gedurende een 10-tal jaar in mijn carrière bij FSI regelmatig thuis of op thuisbasis. Dus ik heb daar wel de nodige ervaringen kunnen opbouwen van oké, en ik merk toch wel dat dat werkt. Ik weet nog dat ik helemaal in het begin een blad had gemaakt waarin ik gewoon had opgeschreven van kijk, papa is aan het werken en dit zijn enkele antwoorden op jullie veelkomen voor de vragen. En daar stond dan gewoon op nee, in de wasmand, nee, fruit. Je kan wel ludieke zaken gaan doen, waardoor dat kinderen eigenlijk op kunnen terugvallen bijvoorbeeld. Arno, ben je er al terug? In principe wel. Ik weet niet voilà. Of ik tussen verstaanbaar ben, maar... Oké, neem jij even deze slide terug over? Ja, dus inderdaad wat Geert zei zojuist, is het belangrijk om een vast ritme te hebben. En naast dat vaste ritme kan het ook altijd zeer goed helpen om ook goede doelstellingen voor jezelf uit te schrijven. Dat kan op weekbasis, dat kan op dagbasis. Maar zoals denk ik iedereen wel bekend is met het SMART model, is het handig om echt concrete, ook haalbare, maar ook meetbare doelstellingen te hebben. Dat motiveert je. Dat zorgt er ook voor dat je ritme ook een betekenis, klinkt wat zweverig, maar dat je het gevoel hebt dat je ook effectief iets hebt gedaan gedurende de dag en de week. Dat is inderdaad het belangrijkste aspect. Hè? Dus breng een structuur en probeer jezelf ook het gevoel te geven dat je ook binnen huis, dat je echt kunt zeggen van nu ga ik naar mijn werkplaats zoals het op kantoor is. En dat is vooral in het begin een belangrijke mindset die je moet proberen je eigen toe te wijzen. Ja, je eigen toe te wijzen. Absoluut, absoluut. Dat was verder de inrichting van je werkplek thuis. En dan gaan we even naar de volgende deel van dit webinar. Waar we even gaan kijken, oké, hoe kan je nu het contact onderhouden met je klanten en prospects? Want zeker in dit geval nu, in deze situatie, we hebben het ook gemerkt in een vraagstelling aan het begin van het webinar. Bijna iedereen werkt thuis. Er is veel onzekerheid, ook bij bedrijven. Investeringen worden uitgesteld. En toch moet je op de een of andere manier proberen dat contact te onderhouden met je klanten en prospects. Uiteraard niet op de manier zoals je dat voor deze crisis deed. Maar dat vraagt een andere aanpak. En Geert gaat jullie laten zien wat een aanpak zou kunnen zijn en hoe je daar je CRM bij kan inschakelen. Ja, klopt Arno. Ik ga daar even voor alle zekerheid kijken. Jullie zien nu een FSI-omgeving staan? Nee, jullie zien waarschijnlijk een PowerPoint nog. Dus ik ga even een nieuwe share leggen op het FSI-scherm. Dat jullie nu wel zouden moeten zien, als het goed is.
Ja, Geert, we zien hem. Oké, perfect. Goed, het is inderdaad niet de bedoeling dat ik zomaar alles ga vertellen van hoe FSC werkt of FSC kan werken. Hè. Ik hoop dat jullie dat ondertussen allemaal wel al een beetje weten. Maar enkele tips en trucs om in deze periode toch de kwaliteit van uw FSC-data eigenlijk te optimaliseren of te gaan opschonen, zoals we dat wel even noemen. Daarna ga ik het ook wel kort even hebben hoe ik eventueel contact opneem met klanten en hoe dat we dat gaan aanpakken. En natuurlijk ook het menselijke aspect, denk ik, de dag van vandaag belangrijker is dan echt puur de hardselling of enkel en alleen contact opnemen met de klanten over het verkopen van of het proberen te verkopen van. Ik denk en ben ervan overtuigd dat het de dag van vandaag belangrijker is om te laten zien dat we toch bepaalde empathie hebben, dat we kunnen meeleven met onze klanten en dat we inderdaad hun processen kunnen gaan optimaliseren. Nu, FSC, web-based applicatie, dus ideaal om van thuis uit te kunnen werken en op te volgen. Een heel belangrijk item vind ik natuurlijk uw dashboard, uw opstartscherm dat u hier te zien krijgt, waarin dat je eigenlijk vanuit de organisatie al uw interne communicatie perfect eigenlijk kunt gaan structureren. Wij hebben zelf bij FSC sinds deze lockdown organiseert men yoga-sessies die we dan online kunnen meevolgen, sportsessies die we samen kunnen organiseren en die meldingen komen allemaal in deze dashboard bedrijfsberichten te staan. De grafiekjes die niet onbelangrijk zijn, uiteraard mijn taken en mijn agendapunten voor vandaag. Wat we heel vaak zien is natuurlijk dat er in databases onvermijdelijk dubbele records inslapen. Dus wanneer je op zoek gaat naar een bepaald bedrijf en je gaat inderdaad zien van dat bedrijf staat 2 keer in mijn database, vergeet dan inderdaad niet dat je altijd de mogelijkheid hebt in FSC, indien u de rechten heeft natuurlijk, hè, om deze dubbele records meteen ook weer te gaan samenvoegen. Een ideaal moment, hè, want om dat toch wel even toe te passen, want in het dagdagelijkse andere leven, zal ik maar zeggen, ga je daar toch snel over en ga je dat niet toepassen. Dus hier op een heel eenvoudige manier kan je nu gaan bepalen welke gegevens de database moet gaan bijhouden van de 2. Uiteraard worden alle gelinkte zaken zoals acties, e-mails, documenten gemerged met elkaar, maar gaat u dus enkel en alleen de bepalende klantgegevens gaan definiëren te welke van de 2 hij moet bijhouden. Als ik daar op oké druk, uiteraard gaat hij dan nog 1 record overhouden en worden deze 2 entiteiten samengevoegd tot 1 record binnen de FSC-omgeving. Welke velden kunnen eventueel bepaald worden? En als ik nu ga kijken, heb ik inderdaad nog 1 openstaand bedrijfsrecord staan. Zeker belangrijk om dat toe te passen, hè, om toch uw klanten af en toe een keer te gaan opvolgen en te gaan bekijken van oké, hoeveel tijd is het geleden dat we dat gedaan hebben en up-to-date te maken van deze. Een ander belangrijk aspect is eigenlijk om uw klanten even de tijd te nemen te gaan segmenteren of te prioriseren. En dat betekent van oké, ik heb een A-klant, een B-klant, een C-klant, daarom niet zozeer in grootte of in belangrijkheid, maar eerder van oké, een A-klant willen we zoveel keer gaan bezoeken, een B-klant willen we zoveel keer gaan bezoeken, een C-klant wil ik zoveel keer gaan bezoeken. Je kan dat eigenlijk op verschillende manieren doen, zoals u hier kan zien. Hebben we hier eigenlijk gewoon gezegd van kijk, dit zijn de aantal werknemers. Dat kan een bepaald criteria zijn. De branche kan een bepaald criteria zijn. Maar evengoed kan je een veldje voorzien, klantstrategie bijvoorbeeld, dat je zegt van kijk, we gaan deze 2 maandelijks gaan bezoeken door de accountmanager. Ja. Een andere mogelijkheid is om met onze profielenmodule te werken binnenin FSC. De profielen komen eigenlijk overeen met een soort van segmentering. Ik heb hier inderdaad ook een groepering gemaakt van profielen, namelijk segmentering A, B en C, waar ik uiteindelijk mijn klanten kan gaan toevoegen. Mijn bedrijven, mijn contacten, het maakt niet uit de welke dat we gaan toepassen. Ja. Ik kan deze bedrijven toevoegen door op het plus te klikken en manueel te gaan zoeken. Dus ik kan hier nu mijn bedrijf Transmal toevoegen en dan ziet u ook dat Transmal gekoppeld is aan segmentering. Maar uiteraard kan ik hem beter aan segmentering A bijvoorbeeld gaan koppelen.
En ik heb eventueel ook de mogelijkheid om gebruik te maken van een query of een selectie. Ik ben nog steeds duidelijk hoorbaar. Anders zie ik wel. Het is duidelijk hoorbaar en duidelijk hoorbaar. Okay. Yes. Goed, dus ik kan hier mijn segment gaan opvullen door de selectie te selecteren. En ga ik bijvoorbeeld dus gebruik maken van een vooraf gedefinieerde query. In dit geval kan ik zeggen van kijk, ik wil alle bedrijven waar ik het veld maandelijks of B of C al reeds had ingevuld. Maar ik kan eender welk veld gebruiken. Dus bijvoorbeeld het aantal werknemers. Dit zijn zaken die een accountmanager zelf eenvoudig voor hem of haar kan uitwerken. Zonder beroep te moeten doen op de IT-afdeling. Ik kan je nu gewoon even A maandelijks nemen. Ik zeg oké. En ik ga dus eigenlijk al deze personen of al deze bedrijven heel eenvoudig gaan toevoegen aan mijn profiel. Dus binnen het profiel segment A heb ik nu 21 of 22 bedrijven. Uiteraard ga ik bij het bedrijf zelf kijken. Ook daar zal ik dan zien dat dat gekoppeld is met het specifieke profiel. Dit is stap A1 om inderdaad te gaan definiëren. Dit zijn mijn segmenten. Voor dit segment A zou ik nu kunnen gaan zeggen van kijk, ik wil voor mezelf de eerste acties gaan inplannen. Moet ik dit nu manueel gaan doen voor al deze 22 records? Nee, daar kan u voor in efficiëntie gebruik maken van de campagnes. Ik heb een campagne gemaakt, segmentatie A. En vervolgens ga ik bedrijven toevoegen gebaseerd op een profiel. Dat kan uiteraard ook op een segmentatie gebeuren of selectie gebeuren. Ik neem hier mijn segment A en opnieuw worden al deze 22 bedrijven toegevoegd aan mijn respectievelijke campagne. Vanuit deze campagne heb ik dan de mogelijkheid om zelf te zeggen van kijk, ik ga een bepaalde actie genereren en ik ga daar een bepaalde nieuwe record voor maken en ik ga dat noemen customer call, bijvoorbeeld segment A. Ik kan aanduiden dat het een telefoongesprek is, of ik kan hier eigenlijk ook weer bepaalde velden allemaal gaan definiëren de welke ik nodig heb. En ik ga de eerste gaan toepassen vandaag. Ja, oké, voer maar uit. Dit is een soort van template die ik maak, waardoor dat ik hier heel makkelijk kan zeggen, oké, voor deze 22 records maak dit nu maar aan. En nu gaat het systeem, moet hem natuurlijk even tijd geven en zeker ook met de Zoom, gaat hij voor de 22 bedrijven, voilà, de acties hebben aangemaakt en ga ik inderdaad bij de acties gaan kijken. Dan zal ik mijn 22 acties hebben en vervolgens, als ik in mijn takenlijst ga kijken, zullen ook mijn to-do's, call, customer A segment automatisch toegevoegd worden. Dus op deze manier kan ik heel eenvoudig mijn structuur gaan definiëren als accountmanager en eindelijk mijn stappenplan gaan definiëren. U ziet dat ik mijn scherm gegroepeerd heb, in dit geval op opvolging en verkoop, vind ik persoonlijk ook een zeer handige functionaliteit. Ik zou nu kunnen gaan zeggen van kijk, oké, ik ga dat op modus selecteren. Of ik ga in mijn scherm gaan zoeken. Namelijk, ik wens dat het woordje segment A in het onderwerp voorkomt. En dan gaat hij enkel die taken tonen met segment A. Dit zijn allemaal tips en trucs om ervoor te zorgen dat u een overzichtelijke takenlijst behoudt, waardoor dat u zeer snel kan gaan werken en waardoor u ook het gevoel gaat krijgen dat je eigenlijk vooruitgang geboekt hebt in het systeem. Want u gaat uw segment A wegwerken en u komt op een lege lijst te staan. Vervolgens, natuurlijk, als u terug op start, gaat u natuurlijk ook nog wel uw andere acties terugvinden. Maar op die manier kan je op een heel eenvoudige manier gestructureerd helpen met efficiëntie vooruitgang te boeken. Je kan ook met weergaves werken. Die weergaves, bijvoorbeeld toon mij enkel mijn offertetelefoongesprekken en dan krijg ik enkel die te zien. Zo'n weergave kan je heel eenvoudig opbouwen door hier op deze drie puntjes te klikken en vervolgens te gaan definiëren welke velden aanwezig moeten zijn en of welke criteria dat bepaalde zaken moeten voldoen. Als ik hier bijvoorbeeld aanduid van kijk, oké, bevat segment A en ik zeg hier als titel segment A en ik bewaar dit, dan ga ik ook hetzelfde kunnen doen, segment A, en ga ik enkel die taken overhouden. Goed, ik ga hier een aantal acties op done zetten.
We zijn op het einde van vandaag en ik heb niet al deze acties kunnen uitvoeren. Het zou natuurlijk leuk zijn mocht ik op een bepaalde manier toch gestructureerd mijn takenlijst van vandaag leeg krijgen. Natuurlijk, je mag daar geen misbruik van maken, maar dit zijn tools en tips om natuurlijk een beetje structuur te brengen. En nu heb ik de mogelijkheid om vanuit dit scherm meteen weer te geven van kijk, al deze openstaande taken ga ik eigenlijk gaan verplaatsen naar een volgende moment. En dat kan ik gaan doen met mijn massa-update, waar ik kan gaan definiëren dat een bepaald veld, in dit geval de begindatum, op bijvoorbeeld vrijdag gezet wordt. En voor welke records ga ik dat doen? Ik ga dat voor allemaal doen, behalve voor diegenen die al reeds uitgevinkt zijn. En dan gaan dus eigenlijk de resterende 18 records bijvoorbeeld automatisch overgeplaatst worden naar vrijdag. En indien als ik bij vrijdag ga kijken, ga ik dus ook al deze taken daar onmiddellijk terugvinden. Als er vragen zijn, post ze gerust via de chat. Maar dit zijn zaken die uit ervaring toch wel helpen om eigenlijk een structuur in uw opvolging van uw klanten te gaan brengen. Zoals ik al eerder aangaf, wanneer ik dan bijvoorbeeld contact opneem met Transmal en ik ga die persoon bellen, dan ga ik hier eerst en vooral natuurlijk een keer polsen van hoe gaat het de dag van vandaag? Gaat het met de business? Komen jullie niet in de moeilijkheden? Om dan stilletjes aan toch eens te polsen wat wij eventueel voor dat bedrijf of voor die klant kunnen gaan doen. Ik ga echt niet de deur openen met de melding van en we kunnen dit voor u verkopen en dit. Nee, pols eerder op het menselijk vlak even en ga dan pas verder naar de business site in deze tijden uiteraard. U heeft gebeld en bijvoorbeeld die persoon is in gesprek. Is het dan de bedoeling dat ik deze afspraak afsluit en verplaats? Je kan ook gewoon de datum zeggen, nee, ik ga hem volgende week terugbellen. Heb je die persoon wel gesproken bijvoorbeeld, dan pas ik het volgende toe. Ik ga dan gaan zeggen van, ah, oké, gesproken en alles loopt goed met efficiënt gebruik. Voilà. Dan heb ik eigenlijk de mogelijkheid om van deze actie uit een follow-up aan te maken. Deze knop wordt naar mijn mening ook veel te weinig gebruikt door onze FSC-gebruikers. Maar in principe, als ik hierop druk, gaat hij deze actie op done zetten. Dus van, oké, ik heb dat vandaag uitgevoerd. En gaat hij vervolgens een kopie maken, wat mij eigenlijk een follow-up geeft. En waar ik kan gaan zeggen van, ah, ik ga die dus binnen een maand of drie terug gaan bellen. En ga ik op in de zevende maand ook weer mijn statistieken hier terug kunnen vinden. Dus onder dit gedeelte vind je daar de follow-up aanmaken, wat ervoor zorgt dat u op een heel eenvoudige manier eigenlijk een kopie maakt van wat u reeds opgeschreven. Het is ook op die manier dat we dan eigenlijk kunnen gaan meten van oké, dit is een klant van segment A. Heeft die al 4 keer gebeld geweest of is die nog maar 3 keer gebeld geweest of is die nog maar 2 keer gebeld geweest? Voilà, voor zover rond het opvolgen van, en hier ziet u dat ook, hè, eentje dat aangevinkt is van SDON en eentje in de toekomst die moet uitgevoerd worden. En zo kan je daar ook statistieken op gaan maken of een dashboard op gaan maken om dan inderdaad een overzicht te krijgen. Goed, voor zover even rond acties en opvolgen van. Wanneer we naar de verkoopkansen gaan kijken, kan je dat exact hetzelfde toepassen. Dit is mijn sales funnel. Ik heb een aantal van mijn collega's eraan toegevoegd. En je gaat zien, ook weer mijn scherm is gegroepeerd op fases. Eerste contact, demonstratiefase, offertefase. Iets dat wij ook natuurlijk vaak zien, is bijvoorbeeld, oké, we hebben afgesproken dat een eerste contactfase 10% is, dat een demonstratiefase 30% slagingskans is, enzovoort. Hier, ja, is natuurlijk al een probleem, want dit is leeg en dit staat op 50. Hoe ga ik dit gaan opkuisen? Heel simpel, je kan dat manueel doen door hierop te klikken. In de nieuwe versie die uitkomt, en zal ik zo straks ook even tonen, want dit is een demo-omgeving, heb ik ook de inline editing, dat je dan heel makkelijk van hieruit dit meteen kunt aanpassen. Of u kan natuurlijk ook weer gebruik maken van die massa-update. Waar ik weer kan gaan zeggen van, kijk, oké, ik ga een bepaald veld, namelijk de succesrate, gaan zetten op 30 en ik doe dat voor alles wat in de demonstratiefase zit. En in 1 keer heb ik dus deze records allemaal aangepast en correct gezet.
Hetzelfde geldt voor een datum, hetzelfde geldt voor de andere fases. Op die manier kan je heel makkelijk je pipeline up-to-date zetten. Dit is natuurlijk de moment om het te doen, ervoor te zorgen dat je database een keer klaar staat. Want ik denk dat iedereen het wel kan beamen en draaien een keer hoe dat het willen, maar de productiviteit is sowieso lager en we hebben sowieso meer tijd omdat we niet in het verkeer vastlopen en we die uren om voor dergelijke zaken kunnen gaan gebruiken. U kan ook gebruik maken van de Kanban view. Daar gaat hij het voor een stukje automatisch doen. Als ik hier ga kijken van kijk, ik zit in onderhandelingsfase met 80% en hier zit ik ook op 80%. Maar het is een bestelling die moet eigenlijk 100% zijn. Ja, ergens is er iets fout gelopen. Ik kan ook hier deze van Peter bijvoorbeeld, die op 30% staat, slepen en loslaten in gefactureerd. En dan ziet u dat die automatisch naar 100% gaat. Dus ook met deze view kan ik bepaalde zaken heel makkelijk gaan juistzetten door in de juiste fase te zetten en daarmee te gaan slepen en up-to-daten in het systeem, zodanig dat dat eigenlijk allemaal op de juiste manier. Dus leer werken met queries, profielen, campagnes voor jezelf en zet alles op punt door effectief gebruik te maken van up-to-dates, massa-updates. Ga kijken van, oké, hoe kan ik mijn klanten gaan structureren, gaan prioriseren en in segmenten gaan toekennen. Dat zijn zaken de welke dat u toch allemaal vrij eenvoudig kunt gaan opnemen. Ik denk dat we binnenkort ook nog wel eens een webinar gaan geven over nieuwe functionaliteiten die in een nieuwe FSC uitgekomen is. Probeer die ook zeker te volgen. Zoals ik gezegd heb, die inline editing en een chatfunctie zijn daarin aanwezig en toch ook wel niet onbelangrijk. Kort samengevat, wanneer ik de dag van vandaag contact opneem met klanten, het menselijke aspect is net iets belangrijker de dag van vandaag. En probeer echt een gestructureerde manier voor jezelf uit te werken om uw klanten op regelmatige basis te gaan contacteren. En we denken dat het ideaal moment is om dat eigenlijk de dag van vandaag te optimaliseren. Ik weet niet of dat er op dit moment nog vragen zijn, of al vragen zijn rond dit gedeelte. Anders kunnen we rustig verder gaan met de presentatie, waar Arno nog een stukje over het social media luik kan gaan vertellen. En voilà, dan staat dit opnieuw klaar. Bedankt Geert, heel erg duidelijk verhaal. Zoals Geert ook zei, dit is inderdaad het juiste moment om alles een keer op te schonen en terug op punt te zetten. Eventjes inhaken, inderdaad, er gaat binnenkort een webinar komen over de nieuwe functionaliteiten in FSC, zoals Geert zei. En mocht je nog eventjes willen terugkijken over hoe dat ook alweer gaat om queries te maken, daarover hebben wij nog niet zo lang geleden, denk ik, een webinar gehouden. En kijk ook eventjes op onze YouTube-kanaal om dat webinar nog eventjes te herbekijken, om meer opfrissing van die queries te krijgen. Mocht je er uiteraard meer over weten, ik zag dat Craig ook aangesloten is bij het webinar, een van de trainers. Er zijn uiteraard ook voldoende trainingen beschikbaar die jullie net iets meer bagage geven. Dat gezegd zijnde, het is ook het ideale moment om je netwerk te onderhouden en misschien wel uit te breiden. Daarvoor is uiteraard LinkedIn de meest geschikte tool. En voordat je eigenlijk mensen gaat benaderen, zorg er eigenlijk voor dat je eigen profiel op orde staat. Dat betekent dat je een profielfoto kiest die professioneel is. LinkedIn is geen Facebook, dus laat alsjeblieft je kinderen, je vakantiefoto's, je huisdieren, laat die alsjeblieft uit een profielfoto. Hou het professioneel en kijk recht in de lens. Een corporate header is ook altijd mooi meegenomen. Uiteraard ben je ook bijvoorbeeld zelfstandige in bijberoep zoals ik. Dan kan je uiteraard een mix kiezen. Ik heb hem dit keer eventjes aangepast aan FSC. Wil je dat hebben, vraag binnen je organisatie iemand die dat voor je kan maken op maat. En een ander punt dat redelijk belangrijk is dat je binnen LinkedIn kan kiezen voor verschillende talen. Dus je hoeft niet verschillende talen in één profiel uit te schrijven, maar je kan kiezen voor een Nederlands profiel,
en een Engels profiel binnen je eigen account. Dus dat is ook een tip die ik je graag wil meegeven. Hou de basisinfo, hou die kort en krachtig. Laat zien wat je doet, voor wie je doet en waar je bent gesitueerd. Dat is in één oogopslag, is het duidelijk. Natuurlijk heb je hele mooie titels als ik ben een verbinder tussen bla 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 bla. Dat zegt natuurlijk eigenlijk heel weinig. Je ziet in mijn profiel, ik ben een doe marketing voor FSI. Ik ben daarna ook nog zelfstandig. En ik ben gesitueerd in Vlaanderen, België. Als we dan naar de volgende slide gaan. En we gaan het profiel verder updaten. Er is ook een luikje waarbij je kort algemene info kan zetten. Ook daar geldt weer, hou het kort en krachtig. En beschrijf jezelf als professional. En beschrijf jezelf alsjeblieft niet in de derde persoon. Dat staat heel raar. Het is jouw profiel. Jij schrijft een stukje. Hou dat ook zo. Je werkervaring. Tegenwoordig kijken recruiters veel meer op je LinkedIn. Dus zorg ervoor dat je iets schrijft over het bedrijf. En daarnaast je verantwoordelijkheden. En tot slot je contactgegevens, want je wil natuurlijk dat mensen jou kunnen bereiken op verschillende manieren. Zeker als sales wil je geen opportuniteit missen, dus zorg dat ook je contactgegevens zo compleet mogelijk zijn. En dan gaan we eventjes naar de volgende slide. Ja, je bent afhankelijk van mij natuurlijk. Ik ben afhankelijk van jou, dus daarom dat ik het eventjes zeg, maar dat geeft niet. Nee, participeer actief. Wat wil ik daarmee zeggen? Probeer te posten, probeer te reageren. Maar uiteraard, zoals ik al zei, LinkedIn is geen Facebook. Het is niet de bedoeling dat je over alles maar een mening moet hebben. Hou het op het vakgebied waar jij relevante kennis en ervaring in hebt om je opinie te delen. Het kan zijn dat je een artikel schrijft die je deelt. Het kan zijn dat je een post deelt van je organisatie. Of dat je op een website zit van een vakblad. Dat je zegt, dat artikel wil ik graag even delen. Of dat je ziet dat iemand anders binnen een bepaalde groep over sales professionals. Dat je denkt van, ik ga er even op reageren. En ik ga mijn mening erin opgeven. Blijf uiteraard professioneel, maar wel authentiek. Blijf wel jezelf. Tot slot voor dit luikje LinkedIn hebben we het eventjes over het uitbreiden van je netwerk. Dit is natuurlijk het ideale moment en je ziet het ook wel gebeuren. Ik merk dat zelf ook. Ik krijg het aantal berichten, het aantal profielbezoeken is op dit moment veel hoger dan normaal. Zoek naar nieuwe interessante connecties. Dus mensen die uw netwerk kunnen verrijken, zowel voor jou als persoon, maar ook voor jouw organisatie. Zit er misschien een partnership in? Zit er misschien een eventuele nieuwe klant in? Nodig die persoon uit om te linken en zorg er altijd voor dat je een kleine persoonlijke boodschap meegeeft. Bijvoorbeeld, hallo, wij hebben elkaar ontmoet op een beurs. Ik zou het leuk vinden om met u te linken of ik zie dat u bezig bent in dat domein. Ik ben zelf bezig ook in dat domein. En het lijkt me leuk om mijn netwerk uit te breiden met u. Geef nooit in je eerste uitnodiging een sales pitch mee. Of een brochure of iets dergelijks en meer. Dat soort verzoeken worden vaak afgewezen. Ik heb eventjes, Geert, als je eventjes klikt, heb ik eventjes de verschillende stappen voor de mensen die nog niet zo heel erg bekend zijn met het persoonlijk uitnodigen. Dus je komt iemand tegen, je kan op connectie maken klikken en dan verschijnt het volgende schermpje. Het volgende schermpje. Klik. Ja, dus ik had al weer. Ja, dat doet het soms niet. Dus dan kan je zeggen, of nu verzenden, die staat lekker in het blauw aangegeven. Dus dat is vaak de eerste reflex die je hebt. Maar klik op bericht toevoegen. En dan verschijnt de optie om een persoonlijk berichtje erbij te schrijven. In dit geval, deze persoon is bij FSI. En dan klik je uiteraard op uitnodiging verzenden. En dat geeft een meer persoonlijke touch
En de aanvaarding ligt gewoon hoger. Voor meer informatie over sociale media, daar is heel veel over te vinden, maar je mag persoonlijk vragen. Als marketeer heb ik daar meer ervaring in de saleskant. Daarvoor hebben we Geert uiteraard als expert. Tot slot willen wij jullie nog eventjes een aantal concrete tips en tricks meegeven om af te sluiten. We gaan ze niet over, helemaal overlopen. We hebben een aantal thuiswerktips. De bron staat er ook bij, daar vind je er nog veel meer. Op de site vind je ook nog een aantal die specifiek helpen in crisissituaties, zoals dit, gericht op sales. En ook daar weer staat de bron, zodat je eigenlijk alle tips kan zien. Ja, inderdaad. En die zijn uiteraard wel belangrijk om ja, te vertalen naar uw CRM-gebruik. Hè. En FSC, ja, zoals jullie wel weten, is een zeer uitgebreid systeem natuurlijk. Hè, want we hebben nog een bepaalde aspecten niet gehanteerd. Hè, dus ja, laten we zeggen dat we nog veel meer kunnen uitbreiden. Vergeet ook niet dat we met financiële applicaties bijvoorbeeld kunnen gaan linken die je kunt gaan optimaliseren. Hetzelfde met een ERP-systeem, noem maar op. Je kan ook op dat vlak eigenlijk je sales gaan optimaliseren en verder uitbreiden, uiteraard van je CRM gebruik. Ja, inderdaad, zoals Geert zegt, er zijn heel veel CRM dient ook nog voor beter te kunnen samenwerken op afstand, maar dat is weer een heel ander onderwerp. Nog een one last thing is de FSC Notebook. Jullie krijgen in principe, als jullie geabonneerd zijn op de nieuwsbrief, deze ook automatisch in jullie mailbox. Zoals Geert al zei, yoga-sessies morgen om 8 uur. Een yoga-sessie en hij staat er nog niet bij, maar om 2 uur hebben we weer een koffiesessie met Cedric, onze CEO, waar u op een ontspannen manier alles kan vragen aan onze CEO. En hij zal met alle plezier jullie vragen beantwoorden. Dat kan zijn over producten, het kan zijn gewoon over algemene dingen. Gewoon een uurtje ontspannen koffie drinken op afstand. En zoals ik al eerder had aangemeld, we kijken ook zeker onze eerdere webinars terug. Download whitepapers als u graag iets te lezen wilt hebben. En nog meer tips en tricks vindt u op onze blog. Ja, dan zouden we er doorheen, Geert, denk ik, voor vandaag. Ja, klopt, inderdaad. Dat zijn de slides die we zien waren. Een beetje binnen de tijdsframe ook die aangegeven was. Dus ja, voilà. Dus, ik weet niet of er vragen zijn. Dit kan uiteraard gesteld worden via de chat. Of u kan uzelf misschien even unmuten en gerust op haar staan. Alvast bedankt voor de aandacht en de tijd. En we kijken of er vragen toekomen. Nou, volgens mij was het een duidelijke presentatie, Geert. Geen vraag. Mochten jullie nadien vragen hebben, jullie weten ons te vinden, je accountmanager of mijzelf. Aarzel niet om vragen te stellen. Dat is geen probleem. En Greg heeft ook eventjes het extra net nog eens onder de aandacht gebracht in de chat. Koen, bedankt. Jij ook voor het participeren. Iedereen bedankt voor het deelnemen en graag tot binnenkort. Bedankt, tot binnenkort.